Ik denk dat we na de 1-0 een paar keer de kans hebben gehad om misschien een 2-0 te maken. En hebben we een paar keer een foute keuze gemaakt. Dan krijgen we een beetje op een lullige manier de 1-1. En vanaf dan is het een beetje moeilijker geworden. En, we komen nog goed terug tot die 2-2. Maar dan incasseren we weer veel te snel de 3-2. En dan was het eigenlijk moeilijk om nog terug te komen. Ja, jullie gingen volop in de aanval. Was het misschien niet beter om alles toe te zetten achteraan? Om toch een puntje nog mee te nemen? Ja, misschien wel. Achteraf gezien zeker. Dus, maar ik denk dat er in de groep ook wel het gevoel heerste dat er iets mogelijk was. En, het was inderdaad misschien verstandiger geweest om voor die 2-2 gewoon voor dat punt te gaan dat we al hadden. Dus. Ik denk dat we eigenlijk drie domme goals weggeven. Ik denk dat die allemaal te vermijden waren. Ik denk ook dat we goed aan de tweede helft starten. Maar ja, door dan ons een beetje, ik weet niet waar dat lag, onze domme goals eigenlijk, dat we de wedstrijd uit de hand verliezen. Ja, wij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ik moet zeggen dat mijn collega er een gedisciplineerd geheel van gemaakt heeft, Shalwa. Shalwa heeft altijd wel goede spelers, speelt altijd heel goed voetbal. Maar nu met gekoppeld aan goede discipline en goede organisatie is het een moeilijk te manoeuvreren ploeg. Nou, wij speelden frank en vrij met een zeer groot hart. Alleen aan de zone van de waarheid waren we niet echt zo gevaarlijk. We kwamen er wel regelmatig, maar waren niet echt gevaarlijk. Komen dan 1-0 voor, heel snel in de wedstrijd. En dan eigenlijk door een nonchalance momentje van Maartens laten we Shalwa terug in de wedstrijd. Ja, dan gaat het spel een beetje op en neer. Tweede helft vind ik dat wij heel goed uit de kleedkamer zijn gekomen. Redelijk goed gespeeld hebben, maar nogmaals in die zone van de waarheid. Ja, we weten waar het schoentje wringt. Dan eigenlijk staan we iets te platvoets op die tweede goal. En dan met een beetje chance, een beetje meeval, mogen we dan 2-2. Maar er is eigenlijk nog iets te lang te spelen. En we zitten te twijfelen, wat gaan we doen? Gaan we voluit voor die derde goal? Of gaan we de boeken toehouden en voor een punt spelen? En daar zag je wel twijfel in de spelers. En wij kunnen dat niet echt. Wij kunnen niet dat resultaat consolideren. Wij hebben ook daarvoor op dit moment een te kleine kern om bijvoorbeeld wat wissels te doen. Dat je zegt van oké, dat gaat een groot verschil maken. Als je ziet onze bank, dat zijn allemaal jonge gastjes. Jongens die allemaal in zijn gekomen, jonge gastjes. En die hebben die ervaring nog niet om de boeken toe te doen. Dus ja, wij zijn gewoon blijven voetballen. Al was het na die 2-2 was het eigenlijk van onze kant niet meer om aan te zien. Dennis van Wijk zegt dat het dan misschien een beetje ligt aan te weinig ervaring en te jonge spelers. Is dat zo? Ja, het zal samenloop van omstandigheden zijn. Hè, maar we moeten inderdaad gewoon op dat vlak wat sluwer worden en wat slimmer worden. En, we hebben dan op dat moment met die 2-2 een punt in handen, dus dan moeten we daar inderdaad voor knokken. Ja. Ja, het bleef wel knokken de hele 90 minuten lang, want Charleroi gaf niets weg, hè? Nee, maar dat is misschien nog het positieve vandaag, dat we voor blijven knokken zijn. Dus daar moeten we ons aan optrekken en volgende week is van moeten, denk ik. Ja, zit de moed er terug in, want nu met veel gekwetsten en zo is het toch niet makkelijk. Ja, maar daar mogen we ons niet op focussen. Ik denk dat er ook jongens gaan terugkomen binnenkort. Dus we moeten het doen met de spelers die er nu zijn. En daarover zeuren heeft in mijn ogen weinig zin, denk ik. Dus ieder moet gewoon keihard werken voor de groep en dat moet wel goed komen. We zijn blijven vechten. Ik denk dat ook een beetje onze spelstijl is. Blijven vechten tot het einde en werken voor elkaar. Ja, volgende week Waasland-Beveren, wordt dat een makkelijkere klus? Ik denk dat het vooral heel belangrijk wordt. Dus makkelijk gaat het zeker niet worden. Belangrijke matchen zijn nooit makkelijk. Ja, Birger, je moest vroeger van het veld. Wat was er precies gebeurd? Ja, op een bepaald moment kom ik voor die man. En wil ik met die bal eindelijk wegsprinten. Om de actie op te zetten, om de tegenactie op te zetten. En daar voel ik iets in de hamstring. Dus ik wist direct hoe laat dat was. Dan heb ik maar de bal buiten getrapt en dan is die wissel gekomen natuurlijk. En ga je er blijvende letsel aan over of ga je gewoon volgende week terug volop mee trainen? Ja, volop mee trainen. Ik ga afwachten tot maandag. Maandag moet ik waarschijnlijk controle echo maken. En dan pas ga ik weten hoe erg dat is. Ja, jullie hebben nu 1 op 15 in het klassement. Jullie zakken verder weg. Kijken jullie nog naar play-off 1, play-off 2? Ik denk dat dat nu niet echt belangrijk is. Ik denk dat we nu eerst en vooral naar onszelf moeten kijken, de kopjes bij elkaar steken en op naar volgende week. Dus ik denk dat volgende week een hele belangrijke wedstrijd wordt hier thuis tegen Waasland-Beveren. Oké, we hebben veel geblesseerde spelers, maar we gaan het toch moeten doen. En ik denk dat we nu deze week gewoon alles op alles moeten zetten voor vrijdag. Ik heb dat altijd nooit willen vertellen natuurlijk aan jullie.
Maar ik had toch altijd wel een bepaalde hoop, als wij allemaal fit blijven, dat we toch tegen die play-off 1 gingen spelen. Ik ga niet zeggen dat we gingen geraken. Maar als je na 11 wedstrijden nog in die top 6 zit, ja, dan en je weet dat je kan winnen elke wedstrijd. Ja, en dan op een gegeven moment valt de een naar de andere uit. Ja, nu moeten we zorgen dat we die top 2, die play-off 2 halen. Want als de uitslagen vanavond tegenvallen, ja, hebben we gewoon een probleem. Laat ons hopen, play-off 2. Hè. Dat is altijd ons doelstelling geweest. We moeten niet naar play-off 1 kijken, denk ik. We hebben een schitterende start gepakt in het begin van het seizoen. En nu loopt het wat minder. De details zitten ook wat tegen op dit moment voor ons. Dus we moeten gewoon allemaal samenwerken en hopen om 3 punten tegen Waasland.